klein tipje van de sluier oplichten. Maar ook een beetje vertellen de zaken die eromheen hangen, want die zijn vaak nog belangrijker. Nou, de leuze en cliché. Het eerste hoofdstuk begint met een bespiegeling over de film De Big Lebowski. En waarom heb ik De Big Lebowski? Ik weet niet of mensen hier die film kennen? Iedereen knikt ja, oké, dat is mooi. Het leven is een stuk makkelijker, denk ik. Die film schetste in mijn beleving de perfecte vergelijk tussen enerzijds de hele rationele, gelijkvormige, clichématige organisatiekant en aan de andere kant eigenlijk die tegendraadse kant. En we zien bijvoorbeeld in het begin van de film zien we een van de hoofdrolspelers, we zien hem meer in het midden, Walter Sobchak, die eigenlijk de perfecte verbeelding van het cliché is. I'm talking about drawing a line in the sand. Across that line you do not. Dus wat zeg je eigenlijk? Er is een goede en er is een slechte wereld. Je trekt de streep en je weet precies waar je moet zijn. En op dat moment gaat het helemaal mis in de film. Andere quote van hem, ook heel stellig, een bepaalde stelligheid. The Chinaman is not the issue. Nou, in de film merken we heel duidelijk dat de Chinaman net wel de issue is. Dus al zijn vertrouwen, rechtlijnigheid, een clichématige, duidelijke wereld, blijkt allemaal niet te functioneren. Has the whole world gone crazy? Roept hij terwijl hij zijn pistool tevoorschijn tovert op de bowlingbaan. Am I the only one who gives a shit about the rules? Hij wil de regels handhaven, maar doet dat natuurlijk op volstrekt zeg maar illegale wijze. Dat tegenover zien we het karakter. Oh ja, hij is ook nog. Hij heeft het over unchecked aggression, terwijl hij een toch redelijk nieuwe auto in elkaar rost. Leuke film voor degenen die het niet gezien hebben. En daar tegenover staat eigenlijk het karakter van de dude. En ik zal dadelijk die karakters nog meer gaan vergelijken. Die dude, die doet eigenlijk een beetje, ja, waar die zin in heeft is een groot woord, maar hij laat zich eigenlijk een beetje vooruit slepen, vooruit bewegen door de wereld om hem heen. Hij probeert de wereld niet te vormen, niet te maken, maar hij beweegt daarin mee. En hij zegt op een gegeven moment ook de dude minds, dus het is niet dat het hem niet interesseert. Hij is wel betrokken, maar hij weet dat duwen tegen die wereld, dat vormen van die wereld, een illusie is. Gilles Deleuze, ik zal nog vertellen over die filmfilosofie van hem. En zijn boeken zijn niet in het Nederlands vertaald. Het is een eindeloze opsomming van films en geweldige analyses die hij ervan maakt. En eigenlijk op zoek naar een filosofische filmtaal. Hij verdeelt eigenlijk het beeld in de, hij maakt een onderscheid tussen het frame, zeg maar de lijst om het schilderij, het shot, de actie die plaatsvindt en de montage, hoe die verschillende acties aan elkaar worden gelast. En dan kom je automatisch ook met begrippen terecht als saturation, hoe vol is het frame, hoe vol duw je het frame, of rarefaction, hoe leeg laat je het frame. En iedereen die met organisaties bezig is, weet dat we altijd zijn aan het framen. We zoeken altijd een projectkader. En hoe ver, hoeveel stop je erin, hoeveel laat je eruit. De outer frame. We weten wat binnen het frame is, maar we voelen ergens onbewust ook wat zich daarbuiten bevindt. Wat we ook, we hebben bepaalde kennis van de wereld waardoor we weten wat daarbuiten is. De depth of field, de scherpte, diepte. Sommige dingen zijn heel duidelijk zichtbaar, andere zijn minder duidelijk zichtbaar. De film kent eigenlijk drie beelden die in dit kader van belang zijn. Perceptiebeeld, we nemen iets waar, je ziet iets. Affectie, het doet iets met je. Het raakt je of het raakt je niet. En de actie, je gaat iets doen. En dat is eigenlijk, kort gezegd, de wereld van de klassieke film, ook de wereld van het cliché. Dat is het zogenaamde sensomotorisch beeld. En dat zegt eigenlijk, heel simpel, we zien iets, we weten wat het is, we weten hoe we ons moeten gedragen, we weten hoe we ons moeten voelen, we weten hoe we ons moeten gedragen. Dat is de wereld van het cliché en die blijkbaar, volgens die gedachte, centraal in organisatie staat. Het moeilijke daarbij is, volgens Deleuze, dat we alleen kunnen waarnemen wat we willen waarnemen. Onze waarneming wordt gestuurd. We zijn dan niet vrij in, blijkbaar. Maar we zien alleen wat we nemen alleen waar wat we waar willen nemen. En dat impliceert dus een bepaalde blindheid. Het impliceert dus dat we sommige dingen gewoon niet meer kunnen waarnemen, die wel van belang kunnen zijn. Die hele gedachte, die eenvormigheid en dat waarnemen wat we willen waarnemen, die clichématige wereld, heeft in de film geleid
of in het dagelijkse leven, tot een, hij noemt het de dagelijkse banaliteit. We zitten in de wereld, maar ja, wat doet die wereld nog met ons? Want we hebben vertrouwen in verloren. Dat heeft een film ook geleid tot een crisis. En we hoeven niet ver terug in de tijd te gaan om te denken in de huidige crisis natuurlijk waar we in zitten. Een van mijn stellingen is dan ook dat de huidige crisis veroorzaakt is door de gelijkvormigheid, door het clichématig denken. De moderne film laat een hele andere wereld zien. En dat zijn die werelden die ik ga vergelijken. Het is hij noemt dat halotekens, een versmelting van verleden, heden en toekomst, tot kristalbeelden. En dat impliceert eigenlijk weer, zoals Shakespeare al zei, the time is out of joint, de tijd is ontwricht, de tijd loopt niet meer sequentieel, er is geen sprake meer van evolutie. Onze vriend Darwin had waarschijnlijk dan toch geen gelijk. Maar we kunnen niet zeggen we gaan vooruit of we gaan achteruit, maar het is zoals in het verhaal van Alice in Wonderland, Alice wordt tegelijkertijd groter en kleiner. Er is continu die ondefinieerbare beweging in de tijd. En ik had het met iemand erover zeggen, we waren bijna te laat. Dat zou in dit geval dus onmogelijk zijn. Vandaar dat ze op veel plekken ook de prikklok hebben afgeschaft, want what's the point? Nou, de tijd verloopt discontinu. Er is geen continu verloop van tijd. Er is geen sequentie. De kloktijd is slechts een middel om een realiteit op onze werkelijkheid te plaatsen. Een ander heel belangrijk iets is, de grens raakt in onbruik. De Walter Sobchak die zei, you gotta draw a line in the sand. Je kunt niet echt duidelijk grenzen trekken. Het is niet meer duidelijk of het een of het ander is. Er is altijd sprake van een versmelting. En dat zal ik dadelijk in een voorbeeld uitleggen. Vrij naar Nietzsche, schijn en werkelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten niet meer wat werkelijkheid is, wat schijn is. We kunnen stellen, de wereld van organisatie is een schijnwerkelijkheid, maar wordt als een werkelijkheid gepresenteerd. Het ware beeld is onvindbaar. We zullen nooit echt vinden wat er daadwerkelijk is. En dat leidt eigenlijk tot die moderne film en die moderne wereld leidt eigenlijk tot een situatie die verstrooid is, waar toeval een hele belangrijke rol in speelt. We kunnen allemaal stellen, organisaties willen hoe dan ook toeval uitsluiten, waar mensen slenteren, waar zich niet rechtlijnig voor bewegen. Het idee, de kortste afstand tussen twee punten is de rechte lijn, dat is niet zo. Dat is meer een bocht, een zeg maar een bergpad. En natuurlijk het fenomeen van geluk. Organisaties, dat zie je in de jaarverslag, je ziet nergens het woord geluk. Stel, we hebben geluk. Nee, dat moet uitgesloten worden. Oorzaak en gevolg. Oorzaak en gevolg zijn niet meer met elkaar verbonden. We weten niet als we het ene doen dat het andere dan gaat gebeuren. Een heel belangrijk thema in die films en ik denk ook in organisaties. Heel belangrijk is de zogenaamde irrationele knippen. Stel, je ziet een filmscène, je ziet iets gebeuren, je zet de film stop. En dan heb je een beeld wat er daarna gaat gebeuren. Net zoals we dat zullen hebben als we in een organisatie een stappenplan maken. We doen stap 1 en dan weten we, dan komt stap 2. De film blijkt iets totaal anders te gebeuren. Het is eigenlijk onverklaarbaar. En de gedachte van Deleuze is ook, het zit nooit in het punt A of het punt B, maar altijd in hetgene wat zich ertussen bevindt. Dat zorgt eigenlijk voor de verandering, dat zorgt voor de werkelijkheid. Het is, de singulariteiten zijn heel belangrijk, de uitzonderlijkheden, de unieke karakters of personen of kenmerken van een organisatie in een isomorfe wereld wordt alles hetzelfde, wordt alles glad gestreken. Hier springen dingen eruit. De Dude is een heel mooi voorbeeld, vandaar dat hij ook zijn naam heeft afgeschaft. Hij is een singulariteit, is een heel eigenzinnig, ondefinieerbaar, ongrijpbaar wezen. En die films hebben, dat is heel belangrijk, die hebben een subversieve potentie, waardoor we ook wakker geschud worden en tegen die clichématige wereld in opstand kunnen komen, aldus Deleuze. Belangrijke vraag daarbij is, die wordt mij vaak gesteld, is film nu erg of is dat fantasie? En ja, daar kunnen natuurlijk allerhande ideeën op loslaten. De gedachte van Deleuze is er heel duidelijk in. De film is echter dan echt en de werkelijkheid is fantasie. En dat is omdat we gevangen zitten in dat er altijd in die waarneming van zit. We zien niet meer, we nemen alleen maar waar wat we waar willen nemen. En ik spreek over een werkelijke werkelijkheid. Die film ons kan laten zien. Die wereld die we eigenlijk niet meer kunnen waarnemen, wordt getoond door die moderne film. En dan zeg ik ook, ja, we geloven niet meer in deze wereld. We geloven niet meer in de dingen die ons gebeuren. Alle zaken, ze zijn er wel, maar
ja, het doet ons eigenlijk niks meer. We, dat is heel, heel zwart-wit gesteld. Wij leven eigenlijk niet meer. We zijn er wel, we doen wel onze dingen. Maar het heeft niks om met zijn of het leven te maken. Belangrijke toevoeging die ik aan heb gedaan, aan die film gedachte, is eigenlijk het concept Cooper van Deleuze en van Guattari over de nomade en het rhizome. En als ik terugga naar de film De Big Lebowski, kunnen we stellen dat de dude die slentert, die betrokken is met zijn omgeving, eigenlijk maar iets doet, die kunnen we zien als een nomade. En het rhizome is eigenlijk de wereld waarin hij rondzwerft. En het rhizome is letterlijk vertaald een wortelknol. Maar het wordt meer, je moet het meer zien als een smooth space, een gladde ruimte. En een voorbeeld van een gladde ruimte is een zee of woestijn of krioelende ratten. Iets wat altijd beweegt. En dat betekent ook, als jij de werkelijkheid wil verbeelden en je draait je om, je zit in een roeibootje. Je bent op de zee, hè, ken het gevoel allemaal, we draaien ons om, we maken een foto en die fotogever die moet zeggen, dit is nou de zee, die hoef je maar te volgen. Dan is dat natuurlijk een volstrekt zinloze exercitie, omdat dat altijd in beweging is. We kunnen stellen dat organisaties ook altijd in beweging zijn. Toch willen we altijd die foto's maken, toch die vaste paden zoeken waar we ons kunnen begeven. En wat dan natuurlijk niet altijd werkt. Het rhizome is ook eigenlijk, het kent geen geheugen. Want als je achter je kijkt, je ziet de zee, ja, dan is die kennis is eigenlijk zinloos. Die kun je niet vertalen naar geschiedenis of naar herinnering. Die kun je niet overdragen. Het enige wat je kunt zeggen is, je moet in het bootje gaan en met de stroom meegaan. Het kent ook geen hiërarchie of no general. Er is geen leider in het rhizome. Een beroemd voorbeeld van een rhizome-organisatie is bijvoorbeeld de maffia. Je kunt er een stuk van afknippen, het blijft doorgaan. Het kent niet echt een leider, misschien is het er wel, maar dat weten we niet. En het gaat alle kanten op, het heeft meerdere ingangen, meerdere uitgangen. Het is een ongrijpbaar iets. En de stelling is ook vaak dat organisaties rhizomatisch zijn, maar we proberen ze als rechtlijnige structuren te besturen. En dan wordt het natuurlijk heel moeilijk, want ze gaan alle kanten op. Belangrijke gedachte ook, het idee van thought lags behind nature. De natuur is altijd voor onze gedachten. Op het moment dat wij de natuur proberen te vatten, is de natuur alweer verder. Wij zullen nooit daar, onder andere natuurlijk door de vertraging en de effecten van taal, maar we zullen nooit dat kunnen inhalen. Niet dat dat moet. Dit vond ik zelf een heel belangrijk statement. Where are you going? Where are you coming from? What are you heading for? These are totally useless questions. Het zijn allemaal ook wel organisatievragen. Making a clean slate, starting or beginning again from ground zero, seeking a beginning or a foundation, all apply a false conception of voyage and movement. Allemaal die vragen zijn, die kunnen we ons stellen, maar die geven nooit een beeld. Die helpen ons niet verder. We kunnen ons dan met z'n allen wijs maken, maar dat betekent niet dat het ook zo is. Het gaat altijd om de relatie die er plaatsvindt, nooit om de gerelateerd, niet om de mensen, maar altijd hoe ze zich ten opzichte van elkaar gaan gedragen. Etcetera, etcetera. En toen kwamen we weer hoofdstuk 2. Dames en heren, hou nog een beetje vol. Vinden jullie het leuk? Zeker. Kijk. Normaal beginnen mensen of met flessen te gooien of met teddyberen. Maar dat valt gelukkig vanavond mee.